Hallo allemaal, mijn naam is Dennis. Deze keer geen aandelen, edelmetalen of bitcoin, maar weer een alternatieve aflevering over de zwembadhobby. In deze video doe ik een review van een geavanceerde zwembadpomp om het water door het zandfilter en warmtepomp met meer controle en vermogen te circuleren. Ik heb gemerkt dat alle simpele zandfilterpompcombinaties, zoals die van Intex, overbelast raken als je exotische uitbreidingen gaat doen. Daarnaast is het niet mogelijk om via een nauwkeurige timer aan uitgedrag in te stellen. En de grootste ergernis, als je het water gaat vlokken, je filter direct erna verstopt raakt. Dus groter zandfilter en complex buizennetwerk betekent zwaardere pomp. Voor de preppers is deze video ook leerzaam, want een pomp is handig voor watercalamiteiten, om water te verwijderen. Of om juist water aan te zuigen als het nodig is. Ik heb bij Toppie.nl de Davy Silencer Pro VSD 200 variabele zwembadpomp gekocht. Dit is niet een goedkoop product, maar deze is krachtig, stil en heeft Bluetooth en een app om parameters in te stellen. Ik word daar direct enthousiast van. Er zit ook een draaiknop op, zodat niet-technische mensen ook het product kunnen gebruiken. De reden dat ik een relatief duur product heb gekocht, is dat mijn levenservaring mij heeft geleerd dat je altijd moet overdimensioneren om de levensduur te vergroten. Ik weet niet wanneer jullie deze video kijken, maar tot juli zijn dit soort spullen nog relatief goedkoop. Vorig jaar was in juli al veel uitverkocht en verschrikkelijk duur geworden, dus neem tijdig actie. Om jullie keuze te vereenvoudigen ga ik in deze video een testopstelling maken met een 100 liter regenton en de pomp goed evalueren. Mochten jullie alsnog vragen hebben, stel ze dan in de comments. De verpakking is in ieder geval netjes. Er staat van alles opgedrukt en dat komt bij mij professioneel over. De doos voelt niet zwaar en heeft handvaten om het te verplaatsen. Na het openen van de verpakking is te zien dat het regulier is ingepakt. In ieder geval geen rommelmakend opvulmateriaal zoals bij een televisie of wasmachine. Laten we de onderdelen één voor één bekijken. Het eerste dat ik eruit haal zijn de PVC kraagbussen met de benodigde moeren. Deze zijn 50 mm en standaard bij veel zwembadmaterialen. Er moet worden gelijmd en dat betekent dat het verstandig is dat je direct een reserveset bij de leverancier gaat bestellen. Als je deze verknalt kun je niets meer. Het gaat niet om de moer, maar de kraagbus. Ik ga zo nog testen of de PVC-materialen die ik al heb passen op deze pomp. De kans is klein, maar je weet nooit. Laat ze in ieder geval niet vallen. De handleiding is te beperkt. Het is een dun fortje. Je kunt een iets uitgebreidere PDF downloaden, maar nog steeds zeer gelimiteerd. Dus wij zullen het met deze video moeten doen. Dit ding lijkt op een Egyptisch slagwapen, maar is een tool om de deksel van het bladfilter los te draaien. Het bladfilter kan in bedrijf vacuüm zuigen en dan is het niet meer met de handen los te draaien. Dus deze tool niet weggooien. Ik zal straks laten zien hoe de tool werkt. Daar is de pomp. Dat is het enige dat nog in de doos zit. De unit is van kunststof, dus niet abnormaal zwaar en is van boven eruit te tillen. Let op de kabel die je meetrekt bij het uit de doos halen. We gaan nu de pomp inspecteren voordat wij iets gaan aansluiten. Als eerste, er zit een kabel aan van zeker 2,5 meter en dat is mooi, maar zonder stekker. Dus dit zal je zelf moeten verzorgen. De pomp heeft een bladfilter met een waterreservoir van 4,5 liter. Dat is behoorlijk veel. Ik vind bladfilters prettig om de pomp en het zandfilter minder te belasten en schade door grote vuildeeltjes te voorkomen. Je ziet de waarschuwing dat de bak moet worden gevuld bij opstarten. Waarschijnlijk is het reservoir ook zo groot omdat men met dit water de motor gaat koelen. Dit is de uitgangswartel voor de kraagbus. Hier zie je de beroemde degelijke draaiknop. Het heeft een aantal standen die wij straks gaan testen. De kabelwartel aan de machine ziet er soort van waterdicht uit, dus daar is aandacht aan besteed. Ik zal het label met technische data inzoomen, maar krijg het niet helemaal scherp. Dit is de ingangswartel en logisch dat deze aan het voorfilter vastzit en onderaan zit een afvoerplug om water te lozen. Hou rekening met plaatsing dat vanuit deze plek water wordt afgevoerd. Zoals al eerder gemeld, de pomp is geheel van kunststof, dus pas op met laten vallen en andere mechanische stress. Het relatief lichte gewicht van 14 kilo is wel heel prettig. Deze joekel van een pomp is ongeveer 67 cm lang, 38 cm hoog en 25 cm breed.
Het ziet ernaar uit dat de pomp wat regenbuien kan weerstaan en theoretisch buiten kan staan. De behuizing heeft montagepunten om deze op een vaste plek te monteren en eventueel schudden zoals een wasmachine kan voorkomen. Ik denk dat een permanente montage in mijn configuratie niet nodig zal zijn. De pomp kan 20.000 liter per uur pompen, dus bij mij zal het de laagste standen van de motor zijn, waardoor mechanische bewegingen minimaal zijn. Ik zal even voordoen hoe je met de Egyptische tool de deksel van het bladfilter losmaakt. Je past deze tussen de gleuf en dan draai je tegen de klok in. Ik doe het met één hand, maar ik hoef niet veel kracht te zetten om de deksel te bewegen. Natuurlijk zit er nu geen water in en is er geen vacuümwerking. De filtermand kun je eruit halen en schoonspoelen. Het laatste dat ik nog kan doen voordat wij overgaan tot aansluiten en testen, zijn mijn kraagbussen uitproberen op de pomp. Hier zie je er eentje, maar niets dat ik heb past en dat is zeer jammer. Weer een fabrikant die een eigen standaard heeft ontwikkeld. Dus spoedig naar toppie.nl om reserveonderdelen te bestellen. Deze staan trouwens in de digitale handleiding. Dit is wel goed uitgewerkt. Er is een tekening en tabel te vinden met alle bestelbare onderdelen. Toppie, als je meekijkt, stuur mij even van deze pomp een reserveset kraagbussen. Dankjewel. Wij komen nu in de volgende fase. Wij gaan de kraagbussen lijmen. De regenton die ik ga gebruiken, ga ik met 32 mm slang uitrusten. Ik neem 32 mm om de pomp wat extra werk te laten doen. Ik heb een oud stuk PVC-buis genomen waar al een slangtule op zit gelijmd. De lengte is afgezaagd aan de hand wat de handleiding voor de ingang voorschrijft en dat ik straks het officiële stuk buis via een lijmsok toe kan voegen. De lengte die jullie nu zien is voor de inlaat bij het bladfilter. Hier komt weer de les. Werk niet te hoog. Als je het laat vallen op stenen kan PVC breken. Zorg dat de moer van de kraagbus er al op zit. Nu heb ik geluk met een open eind, maar straks kan het zijn dat je niets meer kunt toevoegen. PVC clean je met PVC cleaner en lijmen doe ik met Griffon T88 lijm. Tot mijn verrassing was de T88 in de winterperiode gaan klonteren. Ik ben snel naar de bouwmarkt gereden en daar een Bison Gel versie gekocht. Ik heb hier nog nooit mee gewerkt, maar dan is deze video een dubbele review. De gel is geschikt voor drukken van 16 bar en lekt niet. Ik heb voor deze eerste ronde behoorlijk veel erop gesmeerd om te kijken hoe het zich gedraagt. Nog één keer de les. Na reinigen binnenkant lijm, buitenkant lijm, snel insteken, kwartslag draaien voor verspreiding en dan niet meer aanraken. Het droogt behoorlijk lang, dus je moet je werkzaamheden goed plannen. Verder werkt de bisonlijm prima. De tweede buis wordt de uitgang. Hier moet ik echt opletten om de moer van de kraagbus er al op te doen, want de bocht is te breed om deze er later op te doen. Ik schuur altijd een buis schuin af, zodat lijm daar kan verzamelen om de sluiting te verbeteren en geen restlijm binnen de buis te krijgen. Let ook op de lengte van de buis die is aangegeven in de handleiding. Je moet niet direct een bocht plaatsen om terugslag te vermijden. Het is een behoorlijke klap als een pomp aangaat. Nu alles drogen en zoals ik al heb gemeld bij de bisonlijm duurt dat even. Rechtop zetten is trouwens niet handig, want de kans op vallen is zeer groot. Beste mensen, ik onderbreek even deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Geef deze video een like. Dat motiveert mij nog meer om content voor jullie te maken. Alvast bedankt. Nu alles aansluiten aan de waterton. Ik heb een waterton van 100 liter verbouwd, zodat er water in kan circuleren. Het bootst een zwembad na. Er zit een slang aan de onderkant waarmee het water uitgaat en een slang aan de bovenkant waarmee het water terugkomt. Zoals eerder gemeld, de 32 mm slangen zetten de pomp wat meer onder druk. De meeste opzetzwembaden hebben slangaansluitingen van 32 mm of 38 mm. Ik heb met wat teflon tape en slangklemmen alles verbonden. Ik heb aan de voedingskabel van de pomp via een kroonsteen nog een kabel gemonteerd en ben ready to go. Om te beginnen moeten wij het bladfilter vullen met water. De ton heb ik met een lager niveau water gevuld om de aanzuiging van de pomp te testen. Dus het waterniveau van het bladfilter is nu hoger dan de waterton. Eindelijk kunnen wij testen. De eerste test is om via de draaiknop de pomp te starten. Gewoon stand 1. Daar gaat hij. Hij zuigt inderdaad het water zelfstandig op.
Ik hoor dat de pomp gelijk maximaal pompt. Dit doet de pomp 40 seconden lang. Dit heet de primer. Daarna gaat de pomp naar de gewenste stand. Oei, klein lekje bij een klem. Deze zo even aandraaien. Maar weer even terug naar de primer. Wat je nu ook doet met de draaiknop, de primer blijft 40 seconden actief. Je kunt via Bluetooth de primer minder hard zetten tot minimaal stand 5. Maar er is altijd een boost bij opstarten. Dit betekent dat een bypass bij gevoelige componenten zoals een warmtepomp noodzakelijk is om geen schade te veroorzaken en dat je altijd je leidingen volgens de maximale flow opbouwt. Ik ben niet zo'n fan van een primer, maar het is zoals het is. In de handleiding staat een tabel hoeveel liter per minuut iedere stand vertegenwoordigt. Zoals al gemeld, bij mij zal het de lagere standen zijn. Als je via Bluetooth de pomp wil bedienen, zet je de draaiknop op Bluetooth en scan je in de benodigde app naar de pomp. Als je de pomp hebt gevonden, kun je direct aan de slag om handmatig de pomp te bedienen of een planningmode in te stellen. Dit was een van de redenen om deze pomp aan te schaffen. Het gedrag op bepaalde uren doe je met blokjes die de standen van de pomp representeren. Niet slecht gedaan, maar het gaat alleen per uur. Ik heb direct in de app de primer teruggeschaald naar de laagste stand. Nog steeds stand 5, maar minder heftig bij opstarten. Ik heb ook de eenheden van liter per minuut naar liter per kubieke meter gezet. De Bluetooth communicatieafstand is met mijn telefoon ongeveer 10 meter. Dus je bent genoodzaakt je met de betreffende telefoon op het terrein te begeven. Ik merk wel dat je regelmatig weer moet scannen in de app als je deze een tijd niet hebt gebruikt. Dit gaat zelfs richting irritant toe. Ik vind persoonlijk de keuze voor Bluetooth niet handig. Wi-Fi was beter geweest. Een scan is dan niet nodig en je kunt echt op afstand de pomp bedienen. Ook de fabrikant heeft dan toegang tot meer data en meerdere devices kunnen toegang tot de pomp krijgen. De stroomopname van de pomp heb ik gemeten met mijn Waymo Power Stacker. Als de pomp op off of Bluetooth staat, neemt deze een klein vermogen op. Bij stand 1, na de 40 seconden primer, is het ongeveer 134 watt. Bij iedere hogere stand komt er ongeveer 100 watt bij. Bij de hoogste stand is het wattage 1166 watt. Natuurlijk is er nu geen zwaar buizennetwerk dat doorlopen moet worden en hoogtes overbrugt, maar het geeft wel een indicatie van het stroomverbruik. De geluidsmeting is nu moeilijk te doen. Het gekletter in de waterton zorgt voor een valse meting, maar het geeft wel aan dat de pomp zeer stil is. Dit is behoorlijk verrassend. Ook in de hoogste stand is het geluid niet storend. Samenvattend kan ik zeggen dat ik onder de indruk ben van deze pomp. De stille motor met het acceptabel stroomverbruik is geweldig en de draaiknop is door iedereen te bedienen. Het gewicht is zeer handelbaar en de pomp kan buiten worden geplaatst. Ik ben minder onder de indruk van de Bluetooth interface. Wi-Fi was veel beter geweest. De hoge primer bij inschakelen vind ik niks, maar is te begrijpen. De eigen standaard voor de kraagbussen vind ik ook een matige keuze van de fabrikant. Samenvattend, tevreden over deze pomp. Het ging om geluid, stroomverbruik en eenvoudige bediening en daar is deze fabrikant in geslaagd. Ik maak nog een video over een flowmeter die ik heb getest en dan neem ik nog het stuk flowafwijking mee van deze pomp. Ik hoop dat het jullie wat inspiratie heeft gegeven. Nogmaals, koop nu je zwembadspullen. Straks zijn populaire producten uitverkocht of te duur. Ik wens jullie een goede gezondheid en wijsheid toe en ik zie jullie in de volgende video. Doei doei.